Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over de Ortho Laser Master 2 15 watt versie. Laat ik me eerst even verontschuldigen voor het geluid op de achtergrond. Het gebrom wat u hoort is de air assist van de laser. Dus daar zouden we eigenlijk langzaam zo'n beetje aan gewend moeten zijn. Dus vandaar dat ik de video toch gewoon maak hier. Ondanks dat bromgeluidje. Wat gaan we vandaag doen? Vandaag gaan we een video maken over LED-standaards die je in China kunt kopen. En waar je vervolgens een acrylplaat in kunt zetten die je met iets van de laser voorziet. En dat dan zeg maar acrylplaat verlicht wordt door die LED-basis. Die LED-basissen die kun je kopen bijvoorbeeld bij AliExpress. Houd wel rekening met een flinke levertijd. Deze van mij die hebben vanaf 30 november zijn die een week of 8 onderweg geweest. En die zien er als volgt uit. Ja. Is een aansluiting voor een USB-kabel die er natuurlijk bij zit. Aan de onderzijde zit een klepje en kunnen batterijen in. Even kijken, even openmaken. Ja, 3 AA batterijtjes. Maar je kan natuurlijk ook die USB-kabel aansluiten met een powerbank of met een stekker op een stopcontact. Er zit een sleuf in en die sleuf die is 4 mm breed. Dus van boven naar beneden in dit geval. En daar past dus acryl in van 4 mm dik. Het is wel een tight fit, het is redelijk strak zittend, maar dat geeft niks. En wat het nou is als je zeg maar, dat acryl zeg maar, helemaal naar beneden kunt drukken. Dat hangt er dus vanaf hoe je dat acryl bewerkt, zal ik je zo laten zien. Dan komt die echt op die LED's te zitten en daardoor wordt die acrylplaat enorm verlicht. Nou, deze basisjes die heb je met hout. Die heb je in het zwart, in het wit. En je hebt ze zoals ik hem hier heb met een gebroken lijn. En dat heeft als grote voordeel, zoals je zo meteen ziet, dat de verlichting niet alleen op die acrylplaat komt, maar ook hier in de behuizing, zeg maar. Oké, je moet het natuurlijk even goed meten. Ik dacht dat dit 7 of 8 centimeter breed was in elk geval. Nou, oké. Wat heb ik vervolgens gedaan? Dat had ik al gedaan. Ik had acrylplaten besteld. Gewoon helder acryl. Dat zou je nu niet zeggen dat het helder acryl is, maar dat komt omdat ze beschermfolie er nog op zit. En die is 4 mm dik, is dat acryl. Alleen, je moet het natuurlijk wel zo maken dat het hier in die sleuf past van die basis. Dat is ook duidelijk. Nou, acryl heeft een nare bijkomstigheid. Trouwens, deze plaatjes zijn 15 bij 20. En geven een prima effect, want hij komt dus gedeeltelijk in de base te zitten. En dat kan ik ook gelijk zeggen. Die ruimte van boven aan de base tot op dat LED-verlichtingje is 2 centimeter. Dus dat is makkelijk. Nou, acryl heeft het grote nadeel dat als je dat gaat snijden op de een of andere manier, dan kan dat heel lastig worden. Ik heb een acryl snijmes bijvoorbeeld. En dat is leuk voor rechte lijnen, maar niet voor als je vormen eruit moet halen. Stel, je wilt die hoeken wat afronden. Of in dit geval moet er dus zeg maar een, even goed laten zien, of dat goed kan laten zien, een hoekje als het ware uit. En aan de andere kant ook, zodat die in die basis gezet kan worden. En wat je daarvan krijgt, als je dat met een zaagmachine bijvoorbeeld doet, dan hangt het een beetje van de zaagmachine af. Maar dan gaat hij ook stukjes eraf chippen, zeg maar. Dus het is heel belangrijk om A, die tape erop te laten zitten. B, wat ik gedaan heb, ik pak blauwe schilderstape, die ook in China door mij besteld wordt. Ik heb daar nog veel meer van, deze is bijna leeg. En daar heb ik, zeg maar, daar waar ik hem moet gaan zagen, heb ik afgeplakt. Vervolgens heb ik mijn bandzaag gebruikt. Mijn bandzaag heeft maar 1 stand, maar dat is niet een extra supersnelle stand. En dat is heel belangrijk, want we moeten eigenlijk proberen zo langzaam mogelijk te zagen. Maar ook weer niet te langzaam, want dan gaat dat acryl smelten. In elk geval, daar waar de zaagsnede zit in dat acryl, had ik dus dat schilderstape geplakt. Plus dat de beschermingstape er nog op zat. En waarom had ik dat op die manier gedaan? Zodat op die manier je ook voorkomt dat er erg veel splinters van afvliegen. En niet omdat je daar zelf gewond van raakt, maar dat de plaat een beetje netjes blijft. Het uiteindelijke resultaat is deze plaat die we hier zien. Mocht je toch een heel klein beetje last hebben van oneffenheden, dan kan je dat heel gemakkelijk met een schuurpapiertje repareren. En dat ga ik ook doen, maar dat doe ik pas wanneer ik klaar ben met de plaat, ook met het laseren ervan. Hier is die uitsnede die precies in die LED-verlichting past.
Ik heb de hoekjes afgerond. Dat heb ik gedeeltelijk met de zaagmachine en daarnaast met een schuurmachientje gedaan. En voilà, ik heb een plaat die daarin past. Nou, ik ga hem er even in doen. Er staat weliswaar hier nog niks op. Dat gaan we zo meteen zien. Ik ga hem erin doen. Ik zei al, het is een tight fit, dus ik moet het even op de goede manier doen. Zo. Hij zit. Ja. Hierbovenop kun je heel moeilijk zien, maar er zit een knopje. En als je daar met je vinger alleen maar overheen gaat, reageert hij al. Met je natuurlijk stroom erop hebt staan. Ik ga even stroom erop zetten. Met zijn USB-kabeltje en met een powerbankje. Zo. De ene kant zit erin. Nu de andere kant nog. En voilà. De plaat is vies. Hè? Die moet schoongemaakt worden. Maar veel belangrijker is dat die eerst gelezen moet worden. Maar je ziet al aan de randen dat de randen geweldig mooi licht afgeven. En dat gaat natuurlijk ook gebeuren met datgene wat je erop leest. Ja, het ziet er nu niet uit. Ik geef het toe. Hij is smerig. Dus hij moet schoongemaakt worden. Maar hij moet eigenlijk eerst gelezen worden. En als hij gelezen wordt, dan kan ik hem met alcohol schoonmaken. Want uiteindelijk, als we hem gaan lezen, dan etch je hem echt. Dus we kunnen uiteindelijk de vuiligheid er straks heel simpel weer afhalen. Wat ik ga doen in de volgende is simpelweg iets maken wat hierin gaat passen. Hij is nu dus, hij was 15, dat is hij nog steeds. Hij was 20, maar er is 2 centimeter vanaf. Dus we moeten ervan uitgaan dat hij 18 bij 15 is. En daar ga ik iets voor bedenken om daarop te maken. En dan gaan we zo meteen verder zien. A, hoe we het maken. En B, hoe we het laseren. Want ook dat is een bijzondere techniek. Ik zie je dus zo in Lightburn. Zo, het eerste wat je doet. Je gaat een foto opzoeken. Waarvan je denkt. Hier wil ik eigenlijk wel een soort van tekening van hebben op mijn acrylplaat. Dit is een foto van mijn beide kinderen met hun partners. Mijn dochter met haar echtgenoot die in het huwelijk treden. En mijn zoon met zijn vriendin. Wat ik nu ga doen, ik ga naar in de Windows computer, simpel in Windows, naar accessoires. Dus naar start, accessoires en ik pak het knipprogramma. En met dat knipprogramma ga ik bij die stelletjes, bij de koppeltjes, even los uitsnijden van de foto. Zo, hier is de eerste. Die sla ik op. En dat heb ik inmiddels al gedaan. Dus we gaan dat zo zien. En dat ga ik met de tweede hetzelfde doen. Ik ga ook van deze twee lieve jongelui de foto uitknippen. En ook die sla ik op. Dat is het eerste wat we doen, zodat we twee foto's hebben. Het volgende wat ik ga doen, ik ga naar de website imager.com. Je hebt hem al een aantal keren voorbij zien komen in mijn video's. En ik ga namelijk de achtergrond verwijderen. Dus ik klik hier op BG Removal, Background Removal. Die klik ik aan. En als ik dan naar beneden scroll, dan kan ik uploaden. Ik ga een van die beide foto's er even bij pakken, want ik heb het natuurlijk al gedaan, maar ik ga je laten zien hoe ik dat doe. Ik ga die foto erbij halen. En dat is deze hier. Nou, je ziet dat Imager bezig is. Er loopt een zandlopertje, als het ware. Beetje traag vandaag. Even lastig. Zo, zijn ze, links het origineel, rechts de achtergrond verwijderd. Ik klik nu op download en ik doe die download. Zo, wat we nu doen, nu gaan we een programma downloaden, een fotobewerkingsprogramma. Het is een gratis programma, het heet GIMP, G-I-M-P. En de website waar we dat kunnen downloaden, dat is www.gimp.org. Er is ook een Mac-versie, maar daarvoor laat ik je eventjes lezen, want dan zul je bij downloads denk ik moeten zijn. Maar je kunt hier al het nieuwste versie van dat programma downloaden. Dat gaan we installeren. En even een waarschuwing vooraf. Ik heb een kindje dood aan fotobewerking. Dat wil zeggen dat ik er absoluut geen verstand van heb. Echter. Ik heb hier simpelweg video's over gekeken hoe mensen dit doen. En dat doe ik precies na. Maar ga mij dus niet vragen en niet zeggen van dit lukt me niet of dit kan ik niet.
Want ik weet het ook niet. Dat is de grap van het verhaal. Ja, ik kijk gewoon een video. Ik doe exact wat ze daar doen. En voilà, ik krijg een resultaat. Oké, wat ik ga doen. Ik heb het gedownload. Ik moet het installeren. Dat kan ik je niet laten zien, want het is al geïnstalleerd. En dan ga ik het openen. En dat openen doe je bij het startmenu van Windows. Dan ga je naar de G van GIMP. Als je een Mac-computer hebt, dan moet je dus bij je programma's kijken, bij je apps kijken. Ik ga GIMP openen. Dat gaat hij nu doen. Komt hij? En als het programma is geopend, ga ik naar bestand, openen. Ik ga naar de map waar ik die foto's heb opgeslagen. En ik pak de foto zonder de background. Dat is deze dus. Die open ik. Daar is die. Vervolgens ga ik naar vensters. Dokbare vensters. En ik open het venster lagen. En als je dat venster geopend hebt, dan staat die waarschijnlijk hier rechtsonder in de hoek waar je dat bij mij ook ziet. En daar zie je ook al die foto's staan. Helemaal onderaan zien we een aantal icoontjes staan, een stuk of 8 naast elkaar. We pakken de vijfde van links, die twee vierkantjes over elkaar. Dus we selecteren die foto hier. En dan druk ik 2 keer op die, met die vierkantjes, zodat ik 2 kopieën krijg. Dus ik heb nu 3 foto's hier. Ja? Ik selecteer nu de eerste. Ga vervolgens naar kleuren. En ik kies voor tintverzadiging. Krijg vervolgens dit venstertje met al die kleuren, maar daar doe ik verder niks mee. Daaronder staan geselecteerde kleur aanpassen, 3 schuifbalken. Tint, lichtheid en verzadiging. En we gaan alleen de verzadiging helemaal naar links trekken. Dus ik pak verzadiging, trek hem helemaal naar links en ik zeg okidoki en onze foto is nu zwart-wit geworden. Net boven lagen zien we modus normaal staan. Daar zit een klein pijltje naast normaal. Daar klikken we op. En het volgende wat we daar dan uit gaan kiezen is de optie HSV-verzadiging. Dus ik kan hier met de schuifbalk naar beneden. En dan kom ik hier tegen HSV-verzadiging. En die klik ik aan. En daarmee ben ik eigenlijk met mijn eerste foto al klaar. Nu pak ik mijn tweede foto. Ik ga wederom naar kleuren en ik kies omkeren. Hoppakee. Ja. Vervolgens ga ik weer naar diezelfde modus van zojuist. Die staat hier ook weer normaal, want dit is de tweede foto, dit is een andere foto. En die ga ik kiezen voor tegenhouden. Hoppakee. En nu hebben we eigenlijk alles wit hier. We gaan naar filters, we kiezen daar vervagen en kiezen we voor Gaussiaanse vervaging, dat is de tweede van boven. Filters, vervagen, Gaussiaanse vervaging, zo, en nou zien we dat we al een soort van tekening hebben, zie je dat? En vervolgens doe ik hier die waarde, die x en y, die doe ik wat verhogen, laat ik hem maar eens even naar 10 verhogen. Dat heb 91, dat was niet de bedoeling. Ja, zoiets. En voilà. Hier hebben we een bijna tekening van het vrolijke en blije echtpaar. Nu pak ik de derde foto. Dat is de laatste in de club. Ik ga, en dan moet ik even denken. Ik ga wederom naar kleuren. En ik kies voor niveaus. Dan krijg ik dit venster hier. Daar zitten, als je goed kijkt, zitten daar 3 pijltjes onder. En het gaat om die invoerniveaus. Dus niet om uitvoerniveaus, maar invoerniveaus. En dan pak ik dat middelste pijltje pak ik en die beweeg ik een heel klein beetje. Net zolang dat ik, zeg maar, je ziet die foto mee veranderen. Dat ik zeg maar denk van nou, dit is wel een goede afbeelding als tekening zijnde.
Dat is bij mij nu ongeveer hier. Vervolgens klik ik op OK. En dan is de laatste stap die ik uitvoer in dit programma, is bestand exporteren als. Ik ga naar die map waar ik hem wil neerzetten. Ik geef hem een naam, dat heb ik hier al gedaan, dat is foto 1 bewerkt. En ik exporteer hem. Dat is het stukje wat we in het programma GIMP doen. Maar nogmaals, ik weet te weinig van het programma om daar echt iets aan uitleg over te geven verder. Nou, de laatste acties die we gaan doen, die doen we natuurlijk in Lightburn. We beginnen met een kader, dus zeg maar datgene waar we in willen tekenen. Dat moet een rechthoek zijn en ik had net gezegd 18 bij 15, dus 18 hoog, 15 in de breedte. Dus wat ga ik doen? Ik trek een rechthoek, ik zet hem alvast op een toolpad, want het wordt een toolpad. Ik selecteer hem en ik ga hier bovenin zeggen de breedte. Ik moet even het slotje losmaken, de breedte is 150 en de hoogte is 180. Dan kan het slotje erop. En wat ik verder nog doe, ik zet hem even op het centrum van mijn bed. Zo. Dit is de toolpad. Dan gaan we die foto's importeren. We gaan naar importeren. De vierde knop van links is dat bovenin. Ik ga naar de map in kwestie. En ik ga de beide tekeningen. Dus dat is deze. Als die zin heeft. Dat is één. En ik pak ook gelijk die andere maar even. Toch aanwezig zijn. Dat is mijn zoon met mijn aanstaande schoondochter. Hopelijk. Oké. Die foto's, die wil ik eigenlijk, ja, zou ik ze zo lezen? Kijk, het punt is zeg maar bij acryl, is dat je zeg maar de werking krijgt tussen het grijze verf en het acryl. Dus eigenlijk een kleurschakering gaat niet werken. Dus echt, de afbeelding lijkt me niet handig. Ik ga ze traceren. Dus wat ga ik doen? Ik ga op de afbeelding staan. Ik selecteer de afbeelding zodat die blokjes eromheen staan. Ik doe rechts klikken en ik zeg afbeelding overtrekken. En dan zien we hier deze afbeelding met die paarse lijntjes. Nou, dat is nog niet voldoende. Wat ik doe uiteindelijk is ik ga hier schetsen traceren kiezen. Ik zet vervolgens bij optimaliseren, die op 0,2 staat, die zet ik op 5. Ik heb namelijk gemerkt dat dat in dit geval, hè, pas op, beste resultaat geeft. En ik doe met die schuifbalk, probeer ik te zorgen dat die paarse lijn overal voorkomt, maar dat er zo min mogelijk ruis op de lijn zit. Nou, dit ziet er wel aardig uit zo. Hè? En ik klik op OK. Als ik nu terug ga naar die foto, je zult zeggen er is niks veranderd, maar als ik nu met het midden ga staan en ik doe de bovenste wegslepen, dan zien we dat ik een foto heb en ik heb een trace. En die trace die zet ik op de zwarte lijn. Ik gooi de foto weg. Putsiba. En deze zet ik even aan de zijkant, want daar moet ik zo meteen nog iets mee doen. Ik ga de tweede foto doen. Hetzelfde verhaal. Rechtsklikken. Overtrekken. Zet hem weer op 5, geeft het beste resultaat voor mij in dit geval. Ik doe schetsen traceren en ook hier zorg ik dat er een goede trace, maar je ziet hoe verder ik naar links ga, hoe meer rommel in feite op die jurk komt. En dat is, op zich is dat natuurlijk heel mooi. Ik vind het zelfs mooi. Ik weet alleen niet hoe dat er straks uit gaat komen, dus ik moet heel even kijken. Is dat een veilige weg om te kiezen? Prima. Dit is de beslissing die ik neem. Zo gaat het werken zometeen. Nou, vervolgens wat ik nu ga doen. Ik wil die lijn er niet omheen hebben. Dat vind ik niet mooi in dit geval. Dus ik ga deze afbeelding selecteren. Ik ga hem ungroepen. Klik er even naast. Klik nu op die lijn. En klik op delete. En nu is die lijn weg. Zie je dat? Dus dat is best wel een hele fraaie functie. Ik selecteer die afbeelding opnieuw. Dat moet ik eigenlijk van linksonder doen. Dat is beter. En ik selecteer hem weer. Aha, zie. Dat ging dus niet goed, hè? Zie je dat? Het is dus heel belangrijk dat je het goed selecteert.
Even terug. Toch even die toolpad eventjes verplaatsen. Want anders kan ik het niet goed selecteren. Nu wel. Nu groepeer ik hem dus. Dat is deze. En nou moet ik hem kunnen verslepen. Zo. Ga ik het toolpad weer terugzetten. Ik had gezegd, die moest op 200, 215. Zo. Nu ga ik datzelfde trucje met deze uithalen. Dus ik doe hem eerst ungroupen. Ik klik even los. Vervolgens alleen de lijn. Die gooi ik weg. En vervolgens selecteer ik de hele afbeelding weer. En ik groepeer hem. Er ontbreekt een heel klein beetje bij zijn schoen hieronder, maar dat zit in de foto, heb ik gezien. Dus laat je daar niet te veel door leiden. Nou, en nu ga ik simpelweg die afbeeldingen zetten in mijn roostertje. En dat ga ik natuurlijk zo doen dat het ook netjes past. Dus mijn dochter en schoonzoon hier. Misschien ietsjes kleiner. En ik pak mijn zoon met mijn schoondochter, aanstaande schoondochter. Die moet ook kleiner, anders is mijn zoon zo groot. Dus die ga ik ongeveer dezelfde maat maken. En die plaats ik wat verder naar boven hier. Misschien moet ik deze nog ietsjes kleiner doen. Zo, en dan doe ik deze ook ietsjes kleiner. En dit is wat ik op die acrylplaat ga laseren zometeen. En de settings die ik daarbij ga gebruiken, dat heb ik hier ook in staan. Acrylic. Dikte daarvan maakt niet uit, maar het gaat een gravure worden. En ik doe dat aan de laag toewijzen. Hé, hey, wat is hier gebeurd? Want dit is geen afbeelding. Dat is namelijk niet goed. Want die heb ik overgetrokken. Deze toch ook. Ik kan hem niet meer overtrekken. Die ook niet. Dus waarom dit nou... Ja, oké. Okay, nou, deze is gewoon niet terecht. Die afbeelding die moet hier tussenuit wegwezen. Zo. En nu staat hij wel goed. En dit ga ik vervolgens straks dus laseren. De settings ga ik dus op die lijn hier zetten. Dat doe ik toevoegen aan laag. Toewijzen aan laag. 1500 bij 45. Even kijken. Ik moet hiermee zetten. Hij staat nu op vullen trouwens. Ik wil helemaal niet vullen. Even zien. Eén keer eroverheen. Prima. Ik ga hem wel 90 graden draaien. Dat is een voorkeur die ik heb. En ik ga hem zetten op, ik denk op lijn. En dan ga ik even kijken in de preview. En in de preview ziet het er dan zo uit. En dat is wat we gaan laseren. Oké. Okay. Zo, we zijn in de buurt van de laser. Toch nog even een heel klein stukje lightburn. Dus dat doen we een beetje lastig. Ik doe dat niet met een apart screen. Ik realiseerde me namelijk dat ik gelezen heb dat als je acryl gaat laseren... En je wil dat in LED-verlichting zetten, dat het dan het mooiste is als de geëtste afbeelding aan de voorzijde zit. De manier waarop wij gaan laseren echter is door de achterzijde van het acryl geëtst wordt. En dat betekent dat we de afbeelding moeten spiegelen. Dat kunnen we doen door de gehele afbeelding, dus inclusief de toolpad, te selecteren. Ja. Om dan te groeperen, nou, dat is hier al gebeurd, dat is die knop met die poppetjes. En hem dan vervolgens te spiegelen. En je hebt daar twee spiegelknopjes voor zitten. Als je goed naar mijn muis kijkt, zie je ze zitten. De ene is horizontaal, de andere is verticaal. En wij doen de verticale spiegeling. Nou, dat heb ik gedaan. En dan is dit de afbeelding die we zometeen gaan laseren. Nou, de manier waarop we dat gaan doen is dat we hebben een metalen plaat. Dat is de plaat waar ik hier mijn hand even op hou. Die metalen plaat die heb ik voor een groot deel met grijze primer ingespreid. Daarop leggen we het acryl, dat zie je hier. En we focussen de laser op de
metalen plaat met de grijze primer. Dus niet bovenop het acryl, maar op de metalen plaat met de primer. Waarom? Er vindt namelijk straks een chemische reactie plaats tussen die grijze primer, de luchtlaag die tussen het acryl en de grijze primer zit, en het acryl. En daardoor gaat de afbeelding geëtst worden in de achterzijde op dit ogenblik van het acryl. En dat is ook de reden waarom we die foto even moesten omkeren, spiegelen zeg maar. Zodat als we hem omdraaien en hem in de LED-base zetten, dat hij dan de geëtste voorkant aan de voorkant heeft en daardoor betere lichtval zou gaan krijgen. Goed, wat ik ga doen, ik ga natuurlijk eventjes kadreren, zorgen dat hij goed erop staat en dan gaan we beginnen met het starten van de laser. Oké, we zijn er klaar voor. Ik heb even de nozzle van mijn Air Assist eraf moeten halen. Die had ik net van de week er weer opgemaakt, maar ik heb hem eraf moeten halen even. Omdat anders, doordat die gefocust wordt hier op die onderste plaat, de nozzle tegen het acryl aanloopt. En bovendien, in deze situatie heeft het gebruik van Air Assist ook geen enkele nut. Want we doen laser als het ware hier tussen die beide lagen in. Dus tussen de metaallaag en de acryllaag. En daar komt die Air Assist helemaal niet bij. Dus dat is een zinloze aangelegenheid. We gaan de laser starten. Eerst je safety bril op. Natuurlijk, dat is duidelijk. Dat is heel belangrijk. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. En ik druk op start. En dan gaan we beginnen met het laseren van deze afbeelding. En als je het zo bekijkt, zul je zeggen er gebeurt niks. Maar er gebeurt wel degelijk wat. Want als ik heel nauwkeurig kijk, dan zie ik dat er iets gebeurt. En dat gaan we straks, dat resultaat, zien. En dan is dit het resultaat. Maar nu staat de laser of de LED nog niet aan. Hij moet nog ietsjes worden schoongemaakt, zie ik. Dat doen we zo meteen wel. Maar je ziet dat de afdruk er goed op overgekomen is. En dan zien we hier het eindresultaat. Moet nog wat schoongemaakt worden, ga ik doen. Maar je ziet dat het heel fraai geworden is. Al zullen de gezichten van de mensen niet herkenbaar zijn. Maar dat hoeft ook niet, wij weten wie het zijn. Bedankt voor het kijken. Leuk dat je deze video gevolgd hebt. En tot de volgende keer. Dag.